Ons land is natuurlijk een soort negatief geworden van wat het was in de jaren 60. Hè. Toen was heel veel toegestaan, had je de seksuele revolutie. Met alle genoegens van dien. Er werd gerookt, er werd gebloot, er werd gedit, er werd gedat. Het was vrijheid, blijheid. En er was misschien ook iets te veel vrijheid, blijheid in onderwijskundige kringen. Want we hebben daarna wel een generatie opgevoed die nu zo'n beetje de backbone is geworden van de intolerante Nederlandse samenleving waarin alles maar verboden moet worden. En een van die dingen waar men dan op uit is, dat is op het verbieden van het roken. Nou zal ik niemand willen stimuleren om te gaan roken. Ik zou het ook niet als willen opleggen, je moet gaan roken. Maar ik vind er zelfs niks tegen als iemand van een sigaartje of een sigaretje wil genieten. En ik ben eigenlijk dat gezeik en dat gedweep van al die lui spuugzat. Dat als ik in het café zit, dat ik niet mijn sigaartje mag roken. En dat je zelfs al hebt als je op het terras zit, dat er van die godsgruwelijke zeikers zijn die dan gaan zitten mouwen. Als ik opsteek, dan denk ik, rot op, ga ergens anders zitten. Ga in je stinkauto zitten, dan wordt daar niet gerookt, dan heb je tenminste schone lucht. Goed, ik wind mij op, dat is heel goed voor de adrenaline en dat is niet goed voor het hart en de stress. Dus back to normal. Waarom zit ik dit hele lulverhaal op te hangen? Omdat ik een kostelijk boekje in mijn kast heb staan, dat vind ik een must voor iedereen. En dat is het boek Rook doet leven van Martin van Amerongen. En de journalist Martin van Amerongen is natuurlijk al een aantal jaren geleden overleden. Ik meen niet vanwege het roken, maar ik wil heel graag een stukje uit zijn boek, een paar stukjes uit zijn boek voorlezen. En het eerste is waar hij schrijft: rokers zijn de drop-outs van de samenleving. Gepest, beledigd en voortijdig doodverklaard. Zelfs de sigarenrokers, bewoners van de erehemel van het nicotinegenot. Waag het niet om op het televisiescherm een nette panatella te ontsteken. Dan ontsteekt op zijn beurt F. Nijpels te Utrecht, de voorzitter van de Nederlandse niet-rokersvereniging KEN, Clean Air Now, in onheilige woede en geeft je aan bij de niet-rokers Gestapo. Deze F. Nijpels, 20 jaar geleden zelf nog een in tabaksrook wandelende zondaar, is een bekeerling. En het kenmerk van bekeerlingen is dat hun overijver hen met blindheid slaat. Zou F. Nijpels ook maar iets weten van de sociale geschiedenis van het tabaksgebruik? Zou hij zich realiseren dat het allemaal pure despoten waren die ons in de loop der eeuwen het roken probeerden te verbieden? Vaak door middel van de meest draconische strafbepalingen. De Engelse koning Jacobus I was een man die zich zijn hele leven lang niet heeft gewassen en het baden van de vingertoppen in rozenwater als de hoogste vorm van hygiëne beschouwde. Zo'n typische renaissance tiran die zich met meest heilige, meest geleerde, meest wijze liet aanspreken en tussen de bedrijven door het oliedomme pamflet A Counterblast to Tobacco 1604 schreef. Terwijl er ondertussen geen avond voorbij ging waarop hij niet beschonken zijn slaapkamer werd binnengedragen. Hij kwalificeerde het roken als een gewoonte die onaangenaam is voor het oog, hinderlijk voor de neus, schadelijk voor het brein, gevaarlijk voor de longen en, met zijn zwarte, stinkende dampen, nog het meeste lijkt op de infernale walmen van het hellevuur. Dus werden onder zijn bewind de rokers met hellebaarden op het marktplein bijeengedreven, waar zij in het openbaar werden getuchtigd. Dat zal die smerige Nijpels ook wel willen. Dit deed ook Tsaar Michail, een Russische totalitaire vorst die rokende recidivisten de neus liet afsnijden. De Persische Shah Abbas I, de Grote, ging nog een stap verder. Hij bestrafte de verstokte rokers in zijn rijk niet alleen met de mutilatie van de neus, maar bovendien met het mutileren van de lippen. Het hielp allemaal niets. De geëngageerde roker is niet geneigd zijn lusten te beteugelen. Om het even welke sanctie hem of haar boven het hoofd hangt.
Dus besloot de Turkse sultan Murad IV, die eveneens geen vriend van pijp, sigaar, sigaret, sjek, snuif en pruimtabak was, tot de radicaalste aller maatregelen. Hij sloeg de rokers het hoofd af. Dat hielp. Nou, dan gaat hij nog een toosje voor. Dan schetst hij ook nog iemand uit Wenen. Dat wil ik toch ook nog wel even voorlezen. Dat is ook iemand die zich tegen de rokers verzette. Hè? Een stukje waar u, om bij na te denken. Hij gaat dus verder. Het zijn tamelijk antiquarische voorbeelden van kleurrijk despotisme. Er is echter één voorbeeld van een meer eigentijdse politicus voorhanden die niet minder rigoureus tegen de rokers onder zijn onderdanen is opgetreden. Ook hij was, zoals zoveel tabaksbestrijders, een renegaat. In zijn Weense jongelingsjaren had hij 25 tot 40 sigaretten per dag gerookt, tot het moment dat hij vastbesloten zijn laatste pakje in de mooie blauwe Donau deponeerde. Hij ontwikkelde zich tot een succesvol staatsman die niet aarzelde zijn particuliere opvattingen over het rookgebruik tot een officieel onderdeel van de landspolitiek te maken. Een algeheel rookverbod ging hem vooralsnog te ver. Niettemin was onder zijn regime het roken in openbare ruimtes niet toegestaan. Tabaksreclame werd aan strenge directieven onderworpen. Bioscopen, sportvelden, postkantoren. De tabaksfabrikanten vonden een geuniformeerde, zwaar bewapende, kamerbrede en rookvrije bewaker op de drempel. Een serieus onderzoek naar de gezondheidsrisico's van het roken leidde tot de onontkoombare conclusie dat men daar kanker van kan krijgen, en in de jaren 30 vooruitstrevend standpunt. De voor de rookvijandelijke politiek verantwoordelijke politicus was, of wij het aangenaam vinden of niet, Adolf Hitler, rijkskanselier van het Nationaal-Socialistische Duitsland. Zou het toeval zijn dat de leiders van Duitsland, Italië en het grootste deel van Spanje niet rokers zijn, schreef in september 1938 de Anti-Tabakbond in het verenigingsorgaan Het Rookgevaar. Mannen die wij moeten erkennen als besliste leiderstypes die ieder ogenblik, bij dag en bij nacht, hun zenuwen de baas moeten zijn. Nou ja, dan gaat hij nog een tijdje zo door. Nou, ik vind mensen die dus het roken verbieden en daar een echte heksenjacht van maken, die bevinden zich dus in slecht gezelschap. En om daar een beetje uit te komen, beveel ik van harte aan Martin van Amerongen, Rook doet leven over het recht op een hedonistisch bestaan. En hij beschrijft natuurlijk ook wel, zegt ook in dit boekje, ja, het is niet gezond roken. Maar ja, je kunt natuurlijk vreugdeloos oud worden als je niet rookt, niet drinkt en je in alles matigt. Nou ja, dan word je 120 en dan heb je geen leven gehad. Dat komt het eigenlijk op neer.